En nu gaan we denk ik vooral Angela heel erg blij maken. Want Gordon, Lisa die gaat nu een ballad zingen. Ja. Ja, we gaan denk ik niet alleen Angela blij maken, maar ook heel veel mensen. Want het is niet zomaar een ballad. Het is een ballad waar ik menig traan bij gelaten heb. Ik heb hem daarom ook gekozen. Ik wist dat zij het als geen ander kon doen. En vanavond gaat er een siddering door Nederland heen. En is dit de geboorte van de enige echte diva van Nederland. Ik vond het vorige week leuk. Toen ik het podium afkwam had ik een goed gevoel. Het interesseert me allemaal geen reet wat iedereen zegt. Ik vond het echt vet gaan. Ik vond het leuk. Ik zit nog steeds te wachten, coach, op eens een keer een ballad. Ik kan het begrijpen dat de jury, mijn collega's, dat ze zeggen van, nou Lies, nu hebben we het wel gezien. Vooral Angela hamert erop. Wanneer laat je die meid nou eens een ballad zingen? Ja, er is even geen tijd voor geweest. Vanavond. I wanna run to you. Ik denk wel dat het belangrijk is dat Lisa vanavond laat zien dat ze niet als een te gekke zangeres gewoon een liedje heel goed zingt. Maar dat ze ook laat horen dat ze het voelt en dat wij het dus ook echt voelen. Ik vind het ongelooflijk, excuus. Godverdomme, dit is toch niet normaal? Nee, het is niet normaal. Ik moet van Gordon meer mijn emoties in een liedje leggen. En mijn muur die ik om me heen heb een beetje afbreken. En dat vind ik wel heel erg moeilijk. Ik ben gewoon heel bang dat ik ga huilen. Elke noot is... is hemels. Ik weet zeker dat als zij dit zingt zoals zij het zojuist heeft gedaan... dat er echt iets gaat gebeuren in Nederland. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Zo goed. Hier is Lisa. You just don't see, but you would only take the time. I know in my heart you'd find. Oh, a girl who's scared sometimes, who isn't always strong. Can't you see the hurt in me? I feel so all alone. Zit alles weer goed? Het komt een beetje beter okay. Uit. Oké. Nou. Daar gaan we dan. Lisa, dit is. Ik ga heel positief beginnen, maar er komt wel een beetje kritiek. Het is fantastisch gezongen. Echt geweldig. Maar. Waarom sta je zo ontzettend stil? Dat vind ik zo jammer, want met je stem, daar komt zoveel uit. En dan staat er iemand heel stil. Je doet één keer zo.
bijna plichtmatig. Sorry. Maar ik wil dat je laat... Nee, dat is geen onzin. Dat is geen onzin. Want daarmee bespeel je toch het publiek te weinig. Gordon gaat je helpen, die gaat staan en dus doet iedereen wel mee. Ze doen het bij jou nu alleen op je stem. Je stem is echt fantastisch. Ik ben een super fan van je. Ik heb liever dat je losgaat. Lisa, daar heb ik me niet erg aan gestoord. Ik was zo weggeblazen door jouw zangkwaliteiten. En bovendien heb ik echt driekwart van jouw optreden niet echt goed kunnen horen. Omdat het hysterisch was in deze zaal. En dat is geheel begrijpelijk. Je jurkkeuze vind ik wat minder in het nummer. Oh, wat is dat verschrikkelijk zoet, zeg. Ik zou liever wat stoerders doen, maar wat heb je dat goed gedaan, meid. Dankjewel. Lisa, ik moet je zeggen, ik vind dat je er geweldig uitziet. De kans dat wij je in een bruidsjurk zien lijkt me gewoon vrij klein voorlopig. Dus je ziet er echt geweldig uit. En natuurlijk, je bent een geweldige zangeres en het publiek ligt aan je voeten. Maar die zittering waar je het net over had, die heb ik niet gevoeld. Dus wat mij betreft, gooi die muur weg. Ga een keertje janken op het podium. Dus vindt niemand erg, maar zingen kan je. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja, Lisa, ik denk dat hoe meer deze strijd zich gaat richten naar de finale, dat je dit soort commentaar van mijn collega's kunt verwachten. En dat dit eigenlijk nergens op gebaseerd is. Want wat jij hier neer hebt gezet is sowieso, ook qua bewegingen, gewoon puur gelul gewoon. Want zo'n nummer doe je gewoon uit je hart en dan heb je een paar handbewegingen bij. En daar heb je helemaal geen bewegingen bij nodig. En ik vind ook nog eens... En dat weten ze donders goed, dat dit even de moeilijkste stukken is van Whitney Houston om te zingen. En jij hebt het net zo goed, misschien nog wel beter gedaan als Whitney Houston vanavond. Ja. Het was zo mooi. Je bent ook gekleed voor de mooiste dag van je leven, zeg maar. En dit moet wel ook een van de mooiere dagen geweest zijn. Ja, ja. Ik vind het gewoon te gek. Maar ja, wat jullie ook zeggen, ik vond het zelf echt mooi. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer. En ik heb geprobeerd alles ervan te maken wat ik kon. Ik en Wendy zaten ons helemaal gek te sidderen aan de zijkant. Als ze zo zingt, dan staat ze natuurlijk ook met één been in de finale. Net als Wendy trouwens. Maar goed, Run to You door Lisa. En nu wil ze natuurlijk van jullie dat jullie naar de telefoon rennen. Ga als gekke stemmen op Lisa 0909-1302. Of sms de naam naar 3131. En dat is Lisa!